Ja, het idee om voor mezelf te beginnen was niet nieuw, maar Delta heeft me wel de kans geboden. God, het idee is denk ik een jaar of twee geleden al ontstaan. Eigenlijk af en toe al eerder, denk ik. Dan loop je met het idee van, goh, zou dat wat voor mij zijn? En een jaar of 1, 2 geleden begon dat langzaamaan sterker te worden, die gedachte. Ik heb bijna 5 jaar bij Delta gewerkt. Delta is echt wat dat betreft een mooi bedrijf. En ja, ik heb in die 5 jaar ook een aantal dingen mogen leren. Ik heb, ben binnengekomen als marketeer. En daarna heb ik de kans gekregen om leiding te gaan geven. Wat deed je dan voor functie? Marketing manager op de energieproducten van Delta. Dus je hebt je wel echt ontwikkeld binnen Delta? Ja, ja. Dat was ja, niet altijd makkelijk, maar wel een hele leerzame ervaring. En ja, ik denk een jaar geleden, een half jaar geleden, ben ik daar ook ja, in gesprek gegaan met Delta, of daar ruimte voor was. En ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag prima. Prima, dat is goed, maar nee, dus we stonden open voor een gesprek en uiteindelijk zijn we met hele nette afspraken, heb ik de stap kunnen zetten, netjes een aantal dingen afgerond. Ze hebben me de ruimte geboden om ook daarna nog een paar dingen te blijven doen voor Delta, als een soort opstart voor mijn eigen bedrijf. Nadat ik zeg maar voor mij die stap als het ware definitief was, heeft Delta me wel goed begeleid. Waar heeft dat toe geleid? Dat heeft ertoe geleid dat ik inmiddels een aantal maanden mijn eigen marketingbedrijf heb. Dus dat heet Marketingpassie en ik begeleid wat kleinere bedrijven met een stukje marketingadvies of bijvoorbeeld een onderzoek onder de klanten. Persoonlijk leiderschap is voor mij dat je je carrière zelf in de hand hebt, de keuzes die je maakt. Sowieso in je leven, maar zeker ook in je werkleven. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Als je dingen graag wil bereiken, hè, bijvoorbeeld een carrière om leiding te gaan geven, of een carrière om voor jezelf te beginnen, ja, dan is er maar één die dat waar kan maken en dat ben je zelf. Dat heb je gedaan. En dat heb ik gedaan.